doel van een voedselbankstudie is om inzicht te krijgen in wat er precies in de voedselpakketten zit, in wat cliënten van de voedselbank eten en ook in de verschillende werkwijzen van de voedselbank. En waar nodig willen we dat ook zo efficiënt mogelijk verbeteren. We hebben de afgelopen 3 jaar 4 onderzoeken uitgevoerd. En daarin hebben we geïnventariseerd in wat er in de voedselpakketten zit, wat cliënten van de voedselbank eten, maar ook karakteristieken van cliënten van de voedselbank, zoals leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, gewicht. En verder hebben we lichaamssamenstelling gemeten en hebben we groepsgesprekken met cliënten gehouden. En tot slot, op basis van de verzamelde gegevens en de inventarisatie, hebben we een 10 weken durende interventie uitgevoerd waarin we op verschillende wijzen de voedselpakketten gemanipuleerd hebben. De voedselbanken bestaan in Nederland nu 10 jaar en dit is de eerste keer dat er echt een betrouwbaar onderzoek is ingesteld naar de klanten van de voedselbank en hoe zij over de voedselbank denken. We geven wekelijks nu plus minus 270 pakketten uit. Er komen wekelijks aanvragen bij, maar er gaan ook wekelijks weer af. Maar sinds de crisis is het wel duidelijk meer geworden. Wat ik bijvoorbeeld echt chockerend vond, dat was dat een derde van de voedselbankklanten ook echt honger hebben. We wisten wel dat het voorkwam, maar niet dat het in die mate voorkwam. Ons streven is naar een zo evenwichtig mogelijk pakket. Maar het wordt door 2 factoren wel beïnvloed. Dus enerzijds de aanvoer, hoeveel we krijgen. En anderzijds is het de overdatum. Dus dat spul overdatum terecht te gaan, de maximum houdbare datum. Dus iets wat langer houdbaar is, dat doen we vaak nog bewaren. En als wij heel veel aanvoer hebben, dan gaat het ook naar andere voedselbanken. Dus in de regio. En die zijn er dan ook weer blij mee en we krijgen dan vaak weer andere producten daarvoor terug. En we weten nu eigenlijk ook voor het eerst wat de voedselbanken, wat de voedselbankklanten van hun pakketten vinden. Eten ze alles op? Zijn ze tevreden over? Wat missen ze? Er zit weinig fruit in het pakket. Heel weinig. Het zijn 2 verschillende voedselpakketten afhankelijk van de gezinssamenstelling. We hebben een klein pakket van 1 tot en met 3 en een groot pakket vanaf 4 tot meerdere. Nou, ik denk in volgorde van belangrijkheid. Allereerst de noodklok luiden in onze samenleving en in de politiek. Dat er dus ook in Nederland tienduizenden mensen, waaronder heel veel minderjarige kinderen, honger hebben. Een groot pakket zit iets meer voedingsmiddelen. Het is niet zo dat het aantal voedingsmiddelen wat in een groot pakket zit dubbel is van de kleine. Het tweede wat we aan de onderzoeksresultaten hebben is dat we daardoor beter in staat zijn om het voedsel eerlijk te verdelen. De pakketten worden van tevoren klaargemaakt. Ze kunnen wel aangeven als ze iets niet willen hebben. En er komen nog verse producten bij die ze dus later kunnen zeggen van nou. Meestal hebben ze wel een keuze in vlees of vis of kaas of eieren. Wat ook heel belangrijk is, is natuurlijk dat we nu ook een beter beeld hebben van wat gaat nu goed bij de voedselbanken, maar wat kan beter. Dus het zal ook echt ons heel erg helpen bij de verdere ontwikkeling en de verdere verbeteringen van de voedselbanken in Nederland.